Godverdomme! Drinken. Hallo familie, ik ben Rutger en wat tof dat je naar deze hele nieuwe video kijkt. Vandaag ben ik niet alleen, want ik word vergezeld met mijn lieve vriendje... Thomas! Anticlimax. Ja, ik heb de laatste keer gehoord, als je wat langer wacht, dat het dan nog bijzonderer overkomt. Oh, dat is net als met kinderen krijgen. Ja, zoiets. Oké, hoi. Leuk dat je er bent. Leuk dat je ademt. Fijn leuk dat je ik er ben. Dat ook. Nou, en we hebben wat te vieren vandaag. Ik weet alleen niet per se vandaag, maar meerdere dingen heb ik te vieren. Allereerst 500.000 familieleden! Ja! Yes! Gefeliciteerd nog een keer. Dankjewel. Onwijs bedankt voor het abonneren allemaal. We zijn gewoon met 500.000. Maar ik vraag me af wat er nou nog meer aan de hand is. Nou, dat is de reden waarom jij hier nu bent. Oké, het is niet per se vandaag, maar we hebben het wel onlangs gevierd. Dat we 3,5 jaar samen zijn? Applaus! Zo, als je dit niet meer wist. Dat je het volhoudt. Nou, inderdaad. Dat ik het volhoud. Ja, knap. Nee joh, ik ben nog steeds heel gelukkig. Kusje. Kijk, zo gaat het nu. Dat is niks echt meer. Kusje. Godverdomme, dat is heel vies. Het was maar mijn tong. Oké, maar vandaag heb ik een challenge voor jullie die is komen overwaaien uit Amerika. Ja, er stond wel veel wind vorige week. Zo, ja, dat was jij. En het heet, even denken... Heb ik weten! Two girls, one cup challenge. Two boys, 18 cups challenge. Nee, dat kan niet. We gaan sowieso gaan we viral nu. Nee, het is gelukkig een andere challenge. Het is de drink niet uit de verkeerde cup challenge. Of beker. Je sloeg me bijna. Oh, sorry. We zien hier, ja, het is misschien je nog niet opgevallen, maar er staan hier... Ik heb ze nog niet geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! 17! Wat denk jij, 17? Ja, ik heb gewoon aan jou geluisterd. Oh. Volgens mij staan er hier 17 cups en die zijn gevuld met water. Maar, misschien heb je ook wel gezien dat hier nog... Ja, het is ongelofelijk. Er zijn nog 2... lege cups! Oh, die gaan wij vullen. Hey, nu zit je nieuwe sponsor dit. Café Barbera. Barbera. Sinds 1870, jongens. Ja, kun je nagaan hoe gooi het is wat er normaal gesproken is. Heb je ooit koffie op? Dat is uit 1870. We hebben los van elkaar 4 ingrediënten gehaald. Die we nu... In mijn blender! Ja! Dat is lang geleden dat deze in beeld was. Ja, ik blender weer. Oh, pas op, ze krijg je kortsluiting door jouw snot. De groene stekker kan dan met de groene snot. Dan krijg ik een schok, hè, door jou. Durf het niet. Het spel wordt zo meteen duidelijk. We moeten eerst drankjes vullen. Wat heb je gehaald? Ja, dit is heel goed. Marten olijf. Oh, heel goor. Je hebt virtual life, je hebt ook olijf. Godver! Oh, maar die lucht zit de hele dag weer in het huis. Augurken. Babyvoeding. Het is alsof zo'n koe aan de poep is. Ik doe er nog wat water bij. Zit hij goed vast? Ik weet het niet. Ah, godverdamme, het kot! Dan vul ik eventjes het bekertje. Hoe vind je het ruiken? Heel goor. Kan je deksel er weer op? Zo. Echt heel smerig. Die zit hierin. Ik heb natuurlijk ook 4 ingrediënten gehaald. En de eerste is schimmelkaas. Mag ik dit erbij doen? Citroensap. Tabasco voor de pittigheid. En tot slot, rolmops. Mijn ouders vinden dat heel lekker, weet ik. Echt? Ja, die eten dat wel. Ik dacht dat ze dit alleen maar verkopen voor YouTube-challenges. God. 3, 2, 1. Dat is heel mooi dit. Ja. Ja, het zit erin. Nou, dan zijn we met deze klaar. Ik blend er klaar mee. Oké, het is tijd om te husselen. Broek maar omhoog. Succes. Bedankt. We zijn dus nu 3,5 jaar samen en dan zou je denken dat we elkaar wel goed moeten kennen. Mm-hmm. Dat gaan we vandaag testen. Als je elkaar goed kent, dan hoef je niks
vies te drinken. Want we stellen zometeen elkaar om de beurt een vraag over ons of over iets wat je zou moeten weten als goed vriendje zijnde. Heb je dit goed? Hoef je niks te drinken? Heb je het fout? Moet je er één kiezen? En moet je het drinken? En heb je dus kans dat het iets heel vies is? Voordat we beginnen, geef de video natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. Laten we gewoon gaan voor de 10.000 deze keer. Wow, nee joh, 12.000. Oeh, 12. We gaan voor de 12.000 okay. Duimpjes. En weet jij nog waar onze eerste date was? Laat het dan even hier beneden weten in de reacties. En als je het goed hebt, dan hoef je geen ding te drinken. Maar... dan moet je blij zijn dat je het goed hebt. Zal ik beginnen met de vraag stellen? Ja, is goed. Oké. Okay. Voordat wij elkaar in het echt hebben gezien, hebben wij natuurlijk gechat, appjes gestuurd. Maar wat was het allereerste woord dat je ooit naar mij hebt gestuurd? Wat was het eerste woord? Nou, ik weet dat jij zei, hey, kennen we elkaar ergens van? En toen dacht ik van, jij hebt mij al meerdere keren een ringetje onder mijn reacties gezet. En ja. Al meerdere foto's van mij geliked. En terwijl ik dat andersom niet had gedaan. Dus ik vond het heel raar dat je zei, kennen we elkaar ergens van? Dus ik denk dat ik misschien moest lachen. Misschien haha. En dat ik daarna de zin zei... Dat is goed! Echt? Ja! Goed vriendje ben ik, hè? Nee. Oh. Dit is echt heel knap. Dit wist ik gewoon echt niet. Oh, ik kies deze. Ik ga het gewoon proberen, ja? Ik word wel een beetje misgelukkig bij het idee dat je het... En? Nee, het is het niet, hè? Nee, het is water. Oh. Nee, het is water. Ja, kijk even in het gleufje, jongens. Oh, wacht. Nu moet ik iets aan jou vragen, natuurlijk. Dat is het spel. Oké. Okay. Nou, daar gaan we. Wij hadden nog geen relatie. Nee. Maar jij postte wel van ons samen ooit een foto op Instagram. En dat was onze allereerste foto samen op jouw Instagram. Ja. Maar wat stond er in de beschrijving? Oh nee, dat weet ik helemaal niet. Ik zit te denken welke foto dat dan moet zijn. Oké, maar rondje. Ik geef één hint. Nou? Er stond een emoji bij. Het kuikentje. Alles is fout! Oh nee. Het was deze foto. En het was bovenop de Sint-Jan. Dat was onze... Tweede date. Nou, ja, dan moet ik dat betekent dat jij er weer geen moet drinken. Ga voor deze. Oh, ik ruik wel meer nu hoor. Oké, doe het. 3, 2, 1. Gelukkig. Water? Ja. Oh, dit is echt eng om te doen. Wat was de datum van onze eerste date? Yes. Hoe heb je dat terug kunnen vinden? Zet het in je agenda. Ik heb een tatoeage. Even kijken, wij... Op een plek waar de zon niet schijnt. Oh, die ja. Eind februari. Mag het niet een week zijn of zo? Nee. Ja, de eerste week van maart. 3 maart, 4 maart, 5 maart, 6 maart, 7 maart, 8 maart, 9 maart. Ik denk dat het op een woensdag was. Wil je terugkijken? Ja, dat staat niet meer op mijn agenda. Oké, ik denk dat het op 11 maart was. Oh, net één dag. Bijna. 10 maart. Ja, het was 10. Nee. Was het een dinsdag dus? Ja, blijkbaar. Wel jammer dat je niet eens weet wanneer je me voor het eerst zag. Nou, alsof jij hebt het ook teruggezocht. Je wist dat echt niet uit je hoofd. Dat is waar. Maar nu weet ik het wel. Oh, drinken. Water? Ja. Oh. Onze allereerste video samen was de vingerverf video. Waar hij mij zeg maar aan de veertjekijkers voorstelde als het geweldige vriendje wat ik nog steeds ben. Toch? Ja. Maar goed toen kregen wij vingerverf op ons gezicht. Ja. Wie was de eerste die iets bij een ander op hun gezicht deed? Ik denk dat ik dat toch bij jou, want jij dreigde volgens mij. En uiteindelijk deed ik het echt bij jou. Is dat je antwoord? Ja. Dat is goed. Yes! Dan zie ik hoe vervelend je bent. Oh, nee, maar dat betekent dat jij nu iets... Oh, dan moet ik iets pakken. Ja, heel blij was je. Maar... Oké, ik ga gewoon random pakken. Drinken. Water. Oh. Jammer. Ook op onze eerste datedag zijn we uit eten gegaan. Maar wie, dat zegt heel veel over de relatie, sneed het brood aan dat we kregen. Weet jij dat nog? Nee. Tijdens het etentje. Wie sneed het brood? Tijdens het bier drinken. Ja, dan hebben we zo'n soort van... Het is heel grappig, want we drinken alle twee geen bier. En dus onze eerste date dronken alle twee een biertje. Heel stoer. Oké. Ja, ik ben wel de meest verzorgende van de twee. Dus misschien ben ik het. Ik deed het. Oké, laten we even gaan kijken naar het antwoord. Wie gaan kijken. Hier zaten we. Ja. Daar gaat hij. Daar heb je naast. Hij pakt hem bijna. Hij pakt hem zo heb je niet.
Hoezo heb je hier foto's van gemaakt? Ja, weet ik ook niet. Dat heb je gewoon stiekem gedaan, want dat wist ik helemaal niet. Dat is de eerste keer dat ik dit zie. Een soort bloedvetish of zo. Koolhydraat. Maar dat betekent dat ik dus een slokje moet gaan nemen. Nee, het is water. Water. Ik kan het zo niet nep doen. Wie gaf als eerste zijn telefoonnummer? Want we begonnen op Facebook met praten, maar wie gaf als eerste zijn telefoonnummer? Oh, ik denk dat ik... Wacht. Nee, jij zei volgens mij dat jouw Facebook Messenger niet echt goed werkte. Heel raar excuus. En toen gaf je denk ik je nummer. Nu je antwoord. Ik denk dat jij je nummer gaf. Dat is fout. Nee! Jij gaf als eerst je nummer. Oh. Dus je moet alweer drinken. Nee, ik wil niet meer. Dit was zo'n makkelijke vraag, dat wist ik nog uit mijn hoofd. De kans wordt steeds groter. Nou, deze. Daar gaan we hoor. Later. Oh, je hebt echt geluk. We hebben natuurlijk Virtual Life gehad. Dat zijn meerdere shows geweest. Maar hoeveel shows heb jij nou gedaan voor Virtual Life? En alle... is niet het goede antwoord. Ik heb met alle shows meegedaan. Ja, maar dat is niet het goede antwoord. Hoeveel zijn dat er? Oh. 12? Fout! Alleen de tour waren al 16 shows. Wow! En we hebben ook nog heb ik er zoveel gedaan? Ja, twee keer ook nog in Utrecht. Dus 18 totaal. Oh my god, hebben 18 keer mensen naar me moeten kijken. Ja, heel erg voor die mensen. Ja, dus je mag weer iets kiezen. Echt een ik hoop dat het gepiept werd. Gewoon drinken, één keer. Mm. Water? Ja. Jij bent aan de beurt. Ik word echt zenuwachtig nu. Oké. Spannend, want dat kan elk moment gebeuren. Ja. Wij posten ooit samen een foto. Oh, zo. En dat was met een heel scherp voorwerp. Welk scherp voorwerp was dat? Mes. Ja. Toen ik het dacht, dacht ik, nou, dit is echt heel moeilijk. Maar, kijk, met een mes. Hey, jij mag iets drinken. Dit voelt zwaardig. Echt? Ja. Drinken. Ah, dit is hem! Ik je moet het gewoon niet. Drinken. Drinken. Oh, je hebt best veel op nog. Die smaak. Gadver. Nou. Wow. Oh, god. Kippenvel. Ja. De laatste wel ronde. Eentje uit nu. De laatste ronde. En zullen we gewoon doen? Als je het goed of fout hebt, moet de ander of jij er drie doen. Oh ja, deze is heel erg. Dit is heel gemeen. Oké, je mag er 10 naast zitten. Toen we een jaar samen waren in Londen, weet je nog? Toen nam ik je mee naar Londen, maar dat was niet alles. Als klap op de vuurpijl nam ik je mee naar een of andere sushi tent. En op aanraden van iemand, en want het was de beste sushi tent van Londen. En dat bleek, want het was ook de duurste sushi tent van Londen. Ja, dat bepaalde heel erg. Hoe hoog was de rekening die avond? Ik heb het op mijn rekening teruggezocht. Je mag er 10 euro naast zitten. Ik denk 320 euro? Nee. Het was 191. Oh, dat viel me gewoon mee. Nee, maar we hebben ook niet veel op. We hebben gewoon op een wortel staan zitten. Lievertje, wacht maar. 1 drankje. 1 drankje. Nee, dat betekent 3. 3. Nee, maar zullen we dat anders doen? Als ik de volgende vraag heb gesteld. Zullen we het anders gewoon niet doen? Doei! Oké. Okay. En het is weer, nou ja, wie betaalde op onze eerste date? Ja, ik ben heel makkelijk. Ik denk, als jij dit vraagt, dan wil jij eventjes je shine pakken dat jij het hebt betaald. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik jou laat betalen. Hoezo? De eerste date. Hoezo? Gewoon. Kom ik zo arm over dan? Of was ik zo... Nee, maar dan wilde ik gewoon, dat wilde ik dan voor jou doen. Nee, je weet wie ik ben. Ik denk dat jij betaalde op het terras. Nou, gelukkig, dat is fout. Oh! Ja, oké, dan moeten we alle 2, 3 pakken nu. Oké, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké. 3, 2, 1. Safe. 3, 2, 1. Safe. Safe. 3, 2, 1. Nee, dit is hem. Ik heb hem weer. Ik heb hem. Gorgelen. Oh yes! Oh, dit is al goed gegaan voor mij.
Oh, wat een geluk heb ik in mijn leven. Eel, er zit echt een laag op. Ja, dit is echt een zet cement. Het is echt gewoon... Gadver. Nou, dit vind ik toch wel een leuke manier om te leren, hè? Dat we 3,5 jaar samen zijn. Dat wil je ook zeggen. Ik vond het echt niet leuk, dit. Ik hoop in ieder geval dat jullie met heel erg veel plezier naar deze video hebben gekeken. Als dat zo is, geef de video natuurlijk eventjes een duimpje omhoog. En we hebben nog een video opgenomen voor mijn kanaal. We geven een kleine hint. Die zie je aanstaande dinsdag om 7 uur op mijn kanaal. Ja, kijk daarvoor even in het eindscherm. En dan bedank ik je heel erg voor het kijken. En zie ik je gewoon volgende week donderdag weer met een nieuwe video hier op mijn kanaal. Maar tot die tijd, stay fearless. Doei! Mwah. DNA. DNA? Dat zit in elk menselijk lichaam. Ja, ik zei DNA. Laat me. Oh, DNA.